De griepprik is bedoeld voor mensen die extra kans hebben om ernstig ziek te worden door de griep. En voor mensen die in de zorg werken. Welke mensen kunnen ernstig ziek worden door de griep? U heeft bijvoorbeeld een longziekte waarbij de luchtwegen vernauwd zijn, zoals bij astma en bij COPD. Uw longen zijn meer kwetsbaar. Het griepvirus kan daardoor gemakkelijker een longontsteking geven en een longontsteking kan ook nog eens ernstiger verlopen. Heeft u een hart- of vaatziekte of heeft u een hartoperatie gehad, dan is de kans om zieker te worden door de griep groter. Ook is het risico op een hartaanval iets groter door de griep. Heeft u diabetes, dan kunt u sneller, erger en langer ziek worden door virussen zoals het griepvirus. Ook kan uw bloedsuiker door de griep te hoog of te laag worden. Wanneer uw nieren minder goed werken of wanneer u een nierziekte heeft, kunnen uw nieren door de griep extra in de problemen komen. Uw nieren filteren uw bloed. Ze houden de belangrijkste stoffen binnen en sturen de afvalstoffen naar de urine. Door griep halen de nieren afvalstoffen nog minder goed uit het bloed en kunt u extra ziek worden. Heeft u minder weerstand door bijvoorbeeld ziekte van de lever of milt, of bent u bestraald of behandeld met chemotherapie, dan heeft u meer kans om griep te krijgen en ook meer kans om zieker te worden van de griep. Ook mensen die ouder zijn dan 60 jaar hebben iets meer kans op bijvoorbeeld een longontsteking door de griep. Voor al deze mensen is het goed dat ze ieder najaar de griepprik kunnen krijgen. Dit geldt ook voor zorgmedewerkers, zeker voor mensen die werken in een verpleeghuis of ziekenhuis met kwetsbare patiënten. Dus ik neem hem zelf ook. Zo zorg ik ervoor dat er minder kans is dat ik de griep doorgeef aan mensen die er misschien meer last van hebben.